show. Celebrate the 80s. Countdown. Elke ochtend deze week brengen we een ode aan een uitvinding van de jaren 80. Zijn er heel veel eigenlijk, hè? Eigenlijk wel, ja. Gegoogeld. Het gaat moeilijk kiezen worden. Sven en ik gaan zo beurtelings een eerbetoon brengen. Vandaag is Sven aan de beurt. Hij mag de spits afbijten. Ja. Hij wou dat ook? Nee, ik heb gezegd Sven doet het. Dat is niet waar. Wie begint, zegt Sven altijd. Dan denk ik, jij. Ja, maar daar doen we zoals ik vroeger in de school ook. Doe het zelf beginnen. En daardoor moet ik er 3 doen deze week en jij 2 vlak voor de vakantie. Dat speelde ook wel een klein beetje. Ja, dat doe ik al heel mijn leven zo op die manier. Dus Sven brengt vandaag een ode aan de CD. Ja. Ik heb er... het is in gedichtvorm, hè, uiteraard. Ik hoop dat jullie er allemaal klaar voor zijn, lieve luisteraars. Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, mag ik? Ja, ik ben benieuwd. Oké, de CD. Ja. O, gij CD uit 82. Wat zijt gij schoon, wat zijt gij prachtig. Gij klinkend, blinkend cirkelding met vrolijk hoesje aan. Wat bracht gij toch veel vrolijkheid in ons puberaal bestaan. Ook al waren wij nog maagd, gij zijt er destijds in geslaagd. Dat zult gij ook wel weten om ons te doen vergeten. Cassetjes en vinyl. Het was eind jaren 80 dat iedereen voor jou viel. Wij hebben u verzameld, wij hebben u gespaard. Ik heb kisten vol van u in mijn kelderhol bewaard. Soms waren er eens krassen op uw schone schijf. Dan bleef gij dus wat hangen en heb ik op u gekijfd. Maar uren, uren, uren lang hebben wij destijds genoten van uw prachtige geluid. En ook al is uw lied nu uit en zijt gij van de troon gestoten door Spotify en MP3, wij zeggen u vandaag merci. Gij schone schijf uit de jaren 80. Lieve CD, op blijf jij prachtig. Amai, dat klonk heel erg Guido Gezellig. Ja, het was een beetje... Was dat de stijl van dichten ook in de jaren 80? Ik weet dat niet, nee. Guido Gezellig is van midden de eeuw daarvoor, hè. Maar... Ja, dat ze u niet gevraagd hebben om voorzitter te zijn van de heemkundige kring van Knesselaar. Oh, jongen, dat snap ik niet, maar dat gaat nu wel snel volgen, volgens mij. Oké, ik ben eens benieuwd of moet jij... Moet je dat dan morgen ook zo op die manier doen? Nee, jij doet het op jouw manier. Iets over 8. Weet je al waarover je het gaat doen? Over? Prozac. Prozac. Oké. Okay. Morgen een ode aan de Prozac. Ja. Wij gaan verder met onze nummer 7, hè, uit de lijst. Joe, celebrate the 80s. Countdown.